Goed, mevrouw Kramp, bij ons hier is het good evening. Ja. U bent buiten Suriname. En ja. mevrouw Filia Kramp heeft een vrij kritische open brief gericht naar onze eerste burger, het staatshoofd van Suriname. En daar zou ik graag met u over willen praten. Maar het is de first time on the telephone samen. Ik weet niet echt wie u bent en ik ga ervan uit dat sommige luisteraars dat ook niet weten. Misschien kunnen we een kleine introductie doen aan het begin van deze talk in Bakkanatori. Wie is Filia Kramp precies? Filia Kramp is een zwarte vrouw, een Surinaamse. Geboren in Suriname, geboren en getogen. En die is een van die Surinamers die rond de onafhankelijkheid Suriname verliet. Om naar het buitenland te gaan, Nederland. Hij heeft gewoond, gewerkt, gestudeerd. Ze heeft er langer gewoond dan ze Suriname gewoond heeft. Maar ze is, ondanks het feit dat ze wegging, is ze haar hele leven zich blijven verhouden tot Suriname. Professioneel, maar ook omdat mijn familie er woont. Dus ik heb de hele ontwikkeling van het land heb ik de ene keer dichterbij dan de andere keer gevolgd. Had ze geen belief in het onafhankelijk proces? Nou, ik had niet zozeer geen belief in dat we niet met onafhankelijkheid zouden kunnen omgaan. Als wel in het leiderschap dat op dat moment toen al die onafhankelijkheid min of meer door onze strot duwde. Maar laten we wel wezen, in 1973 kondigde er iemand aan dat we in 1975 onafhankelijk gaan zijn. Dat kan helemaal niet. Weet je, onafhankelijkheid, want we daarvoor, en ik denk dat heel veel Surinamers zich dat niet goed realiseren, voordat we onafhankelijk werden, waren we niet onafhankelijk. Want Suriname is een constructie. Suriname is een Europese constructie. Het is een Nederlandse constructie. Voordat de Nederlanders er kwamen, was Suriname een deel van het hele grote Zuid-Amerika. En het was land van de inheemsen, die er nog steeds zijn. En de Nederlanders, eerst waren het Engelsen en toen kwamen Nederlanders. En die hebben dat land veroverd op de inheemsen. En dat is niet zachtzinnig gegaan. En vervolgens hebben ze van het land een plantagekolonie gemaakt. We zijn dus ontstaan vanuit het idee dat we de mensen die er zijn en het land geëxploiteerd moest worden. Dat is onze grondhouding. Ik zeg daarmee niet dat het goed of slecht is. Ik zeg alleen hoe dat is ontstaan. En dan is het 1975, want op een gegeven moment de slavernij wordt afgeschaft. Dat zijn allemaal hele gruwelijke verhalen eigenlijk, als je erover nadenkt. Want al die mensen die in Suriname zijn, met uitzondering van de inheemsen, zijn al die mensen die in Suriname zijn nu, zijn allemaal import. En die geschiedenis is nog helemaal niet zo oud. En toen we onafhankelijk werden, hebben we dus verzuimd om met elkaar, als Surinamers, na te denken over wat we dan met elkaar zouden willen voor die nieuwe tijd. Dus we zijn op het oude ritme van de koloniaal zijn we doorgegaan. Er waren toen al Surinamers die ernaar keken en die dachten, we vertrouwen die mensen die dit gaan doen, vertrouwen we niet. En dat was, ik denk, heel begrijpelijk. Oké. En ik hoorde daarbij. Ja. En vervolgens zijn er een paar jaren verstreken, want de onafhankelijkheid in 1975 is bijna langer dan 45 jaar terug. We leven nu in 2022, u volgt de ontwikkelingen in Suriname op de voet, want u zegt migwe, maminogwe eigenlijk, deep inside. Nee, ik ben me blijven verhouden tot Suriname. Misschien ben ik zelfs meer Surinamer geworden door weg te gaan dan door te blijven. En dat proces is ook begrijpelijk, want dan ga je nadenken, maar wie ben ik eigenlijk en waarom ben ik weggegaan? Want je moet... Als migranten moeten altijd verantwoorden waarom ze weg zijn. Mensen die daar eeuwen wonen, die hoeven dat nooit. En dan kom je erachter, ja, weet je, we zijn weggegaan omdat we niet op het leiderschap van ons land niet vertrouwden. En dat was ook begrijpelijk, want voor 1975 waren we dan, Suriname had dan een soort van zelfbestuur. Maar het is precies wat ik zeg, een soort van zelfbestuur. Want de Nederlanders, die hadden de militaire macht, dus de buitenlandse beveiliging.
En die gingen over de economie van het land, dus hoe dat land zich ging verhouden tot de buitenwereld. Dus de dingen die essentieel zijn om van het land een land te maken, die waren ook niet in onze eigen hand. En tussen 1973 en 1975 moesten we dat dan maar met spoed gaan doen. We kregen dan ook 3,5 miljard gulden mee. En vervolgens was dat geld ook binnen mum van tijd op. Dus eigenlijk is het nooit echt goed gegaan. Ja, u zegt toen geen vertrouwen in het leiderschap. En blijkbaar nu na 47 jaar nog steeds niet. Want er is een open brief gericht naar de president. Waarom heeft mevrouw Kramp ervoor gekozen om het in deze vorm te doen, in de vorm van een open brief? Om te beginnen is het niet ongebruikelijk dat burgers open brieven sturen naar hun leiders. Een open brief is namelijk een heel krachtig stelmiddel. Want het laat zien dat je wat je van degene die... Want het zijn meestal publieke figuren. Dus het laat zien... Die open brief zegt een paar dingen. Het zegt één... Ik wil me verhouden tot jou als leider van het land. Dit is wat ik ervan vind. Bovendien, de president heeft mezelf uitgenodigd. Want de president heeft, toen hij president werd, gezegd dat hij het belangrijk vond dat de diaspora zich ging bezighouden met de ontwikkeling van Suriname. Nou, ik had hem niet nodig om me dat te vertellen, want dat deed ik altijd al. Maar nu hij dat zo expliciet gedaan heeft, dan ga ik daar ook heel expliciet mee om. Die open brief, kan ik zeggen dat het voor hem een wake-up call zou moeten zijn? Ik heb eerder een open brief gestuurd naar de president. Toen hij nog geen president was, toen hij gewonnen had, heb ik een open brief gestuurd. Die open brief had een hele andere toon. Die was ontvankelijk, die was wel kritisch, want het was een reden waarom ik die open brief stuurde, want ik hoorde zijn sociale programma niet in dat interview. Daarom ging ik die open brief aan hem schrijven van 2 jaar geleden, zeg maar. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon vol goed gaan. En nu volg ik het allemaal. En ik denk, maar president, in mijn optiek, u neemt de verkeerde besluiten. U richt zich tot de verkeerde... ik weet niet wie uw adviseurs zijn, maar ik hoop dat uw adviseurs duidelijk aan u maken dat u de relatie met uw volk kwijtraakt. Want dat is wat er gebeurt. En op het moment dat een leider van een land de relatie met zijn volk kwijtraakt, dan hebben we dus een existentieel probleem. Want dat betekent dat hij in onze beleving niet meer onze leider is. Maar formeel is hij het nog wel, want hij is op die presidentsstoel. Maar het betekent nog meer. Het betekent dat er dus kennelijk machten zijn die dat mogelijk maken dat het kan. En ik denk dat de gemiddelde Surinamer dat ook voelt. Ik denk, wat gebeurt er nou hier? Waarom horen we nou niet wat er aan de hand is? Want waar gaat dit over? En dat is een kwalijke ontwikkeling. Want we zijn een democratie. De president die hoort zich echt elke dag te verantwoorden aan zijn volk. Ik kan er echt niet iets anders van maken, hoor. Ja. Suriname is geen dictatuur. We zijn een democratie. Bovendien, en dat schrijf ik ook in die open brief, hij had Surinamers nodig om op die stoel te komen. Ik weet nog hoe hij stad en land heeft afgelopen. Op plekken waar hij anders nooit kwam. Heeft hij alle Surinamers, mensen, precies zoals ik het in die brief schrijf, mensen die echt hobbels moesten nemen om te stemmen op hem en zijn partij, die hebben die hobbel genomen. En vervolgens zit hij op die stoel en is hij gewoon vergeten hoe hij daar gekomen is. Ja, neem me niet kwalijk, dan moet je wakker worden. Ja. Iemand moet je dan wakker maken en dan denk ik, van, ja, dan ga ik maar een open brief schrijven. Want... En de directe aanleiding, dat schrijf ik ook in die open brief, is dat mensen beroofd van hun vrijheid om de reden, omdat ze de president hebben beledigd. Maar wat hebben ze dan beledigd? En als je dan gaat kijken wat de argumenten dan zijn, dan is het alsof de president de koning is. De president is geen koning. In een democratie is de president de eerste onder zijn gelijken. Dat is wat een democratie is. Wij brengen hem voort. En ik zeg niet dat hij constant gehoorig moet zijn naar ons als volk, de bevolking. Maar hij hoort zich wel te verhouden tot ons. En op het moment dat hij president wordt, gebeuren er een heleboel gekke dingen in de eerste plaats. Ik schrijf het over. Hij heeft zelfs de magie verbroken. Hij wordt president en in de week dat hij president wordt,
Al die tijd heeft hij geen echtgenote en in die week dat hij president wordt, trouwt hij. Nou, dat weet je, mensen trouwen, dat moeten ze vooral lekker doen. Maar weet iemand überhaupt wie die first lady is? Weet er iemand in Suriname wie die vrouw is? Dat is de vrouw van de president, toch? Oké, maar ze komt toch ergens vandaan? Ze heeft toch een vader en een moeder? Weet je, we zijn Surinamers. Wie is je vader, wie is je moeder? Waar ben je geboren? Waar ben je op school gegaan? Maar moet ieder dat weten? Ik vind van wel, ik zal je ook uitleggen waarom. We zijn geen koninkrijk. Sterker nog, als maar, we een koninkrijk waren, dan... Daarom juist, want in Suriname kijkt men anders aan tegen dit soort van zaken. Laat me één ding duidelijk zijn. Ik wil me niet bezighouden met de president zijn huwelijksleven. Dat is niet mijn punt. De president moet gewoon lekker doen met wie hij wil doen wat hij moet doen. Maar toen hij president, toen we hem kozen, was hij geen president, had hij geen echtgenoten. Die vraag is ook aan hem gesteld door een journalist. First lady. Nee, dat was geen first. Die vraag is echt aan hem gesteld. Hij heeft het ontkend. Nee, er is geen first lady. En vervolgens wordt die president en in dezelfde week, en ik ga hier nadruk op leggen, want het gaat ook over psychologie van leiderschap. In dezelfde week dat hij belooft dat wij Surinamers het centrum van zijn aandacht, van zijn inspanning, et cetera zijn, trouwt hij. Je kunt niet twee meesters dienen in dezelfde week, dat bestaat niet. Dus dat betekent dat hij in die week al de aandacht moet verleggen, want hij komt in een andere burgerlijke staat terecht. En dat snap ik. Iedereen snapt dat. Maar het gaat verder. Twee weken later heeft hij een interview. En in dat interview, ik weet niet hoe Surinamers luisteren en wat ze voelen. Maar in datzelfde interview zegt hij over die vrouw dat ze de meest intelligente vrouw van Suriname is. Dat zegt hij echt. Dat hij niemand anders vertrouwt dan haar. En dan denk ik, man, je houdt ermee op. Je bent verliefd, je houdt van die, je bent met een vrouw. We get that one. Maar we hebben niet op haar gestemd, we hebben op jou gestemd. Dus ga iets meer laten zien over hoe je ons gaat leiden. En vanaf dat moment gebeurt dat dus niet. Het gaat fout. En dat zien we ook, dat het fout gaat. Alleen, we geven hem iedere keer het voordeel van de twijfel. En dat snap ik ook, want ja, weet je, ik bedoel, je wordt niet als president geboren. Maar iedere keer, er gebeuren steeds meer dingen waarvan je denkt, maar begrijpt deze president nu wat zijn rol is, wat zijn functie is, wat hij moet doen om Surinamers met elkaar te verbinden. Want we moeten met elkaar verbonden worden. Er moet beter voor ons gezorgd gaan worden. We moeten ook beter voor elkaar gaan zorgen. Want Suriname is een akelig verwaarloosd land. We zijn echt, ik heb er een essay over geschreven. We zijn akelig verwaarloosd. We zijn spiritueel verwaarloosd. We zijn mentaal verwaarloosd. Ons onderwijs is verwaarloosd. Onze gezondheidszorg is verwaarloosd. Want we zijn blijven doorgaan op die oude koloniale... Op een oude koloniale raster. Alleen de kolonist, dat zijn nu een paar Surinamers geworden die heel rijk worden. En dan blijft er een hele grote groep mensen over die arm worden. En deze president had beloofd dat hij daar een eind aan zou maken. Dat hij met nieuwe systemen, dat hij de verandering teweeg zou brengen. Dat hij er voor alle Surinamers zou zijn. Al die dingen heeft hij beloofd. Kan ik zeggen dat op grond van... Ja? Al die beloften dat u, hoezeer u dus niet behoort tot het electoraat, dat u ook onder de indruk was aan de vooravond van de verkiezingen, dat u ook onder de indruk was van de capaciteiten en het leiderschap van de president? Of toen van de politicus Santokki? Laat me dat zo formuleren. Ja, hij heeft het goed gecorrigeerd. Ik was onder de indruk van wat de politicus Santokki als idee in zijn hoofd had om met Suriname en de Surinamers te doen. Daar was ik van onder de indruk, ja. Daarvan, oké, volgens mij moeten we nu in een ander vaarwater komen. En kijk, over die vorige president, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet meer over hebben, want iedereen is duidelijk wat ik bedoel en wat ik schrijf. Dus we moeten met elkaar echt het radicaal andere draai gaan maken. Anders loopt het gewoon niet goed met ons af. Dus dan moeten we die draai gaan maken. En hij verleidt ons om die draai te gaan maken. En inderdaad, ik ben niet zijn electoraat. Maar ik ben de Suriname die hij in de diaspora bedoelt, hoor. Tenzij hij vindt dat ik niet zijn diaspora ben. Maar dan moet hij het maar tegen me zeggen. Maar zo heeft hij dat niet uitgelegd. En vervolgens denk ik, oké, ik ben een van de Surinamers die betrokken is met Suriname. Ik heb een familie wonen.
Ik heb er gewerkt. Ik bedoel, ik heb er tussen 2012 en 2015 heb ik echt intensief in Suriname verkeerd en gewerkt. Dus ik ben ook heel dichtbij geweest. En dan kijk ik naar die man en dan denk ik, what happened? Wat is er gebeurd? Waarom ga je niet doen wat je beloofd hebt? Waarom ga je dat niet doen? Leg het uit waarom je dat niet gaat doen. Nou, en in plaats van het uit te leggen, wordt er iedere keer verwezen naar de voorganger. Of er wordt gezegd, ja, weet je, Surinamers, die moeten geduld hebben. De uitleg is, de voorganger heeft zo'n diep dal gecreëerd, zoals de president dat zegt, waardoor it's more than I had imagined. Het is meer dan wat ik me had voorgesteld. Oké. Dan ga ik nu iets doen wat misschien alle Surinamers gaat verbazen. Ik ga me voorstellen dat ik ergens binnenkom als in organisatie, dus laten we het land als een organisatie beschouwen. En ik kom met een idee binnen wat er in die organisatie is. Ik ben bestuurder geweest, hè, dus ik weet waar ik over praat. Met grote organisaties. En als ik het over groot heb, dan heb ik het over organisaties waar 5000 mensen werken. Nou, die organisaties bestaan niet in Suriname. En zulke organisaties heb ik leiding gegeven. Dan kom ik binnen als interim bestuurder, voor een crisis of wat dan ook. En dan, want iemand presenteert me iets en dan denk ik, dat ding is akeliger dan ik dacht dat het was. Wat doe je dan als leider? Wat doe je dan? Gewoon heel praktisch. Dan neem je de stand van zaken op. Je steekt overal thermometers in. En je zegt van, het ding is rotter dan ik dacht. Dan verhoud je je weer tot de bevolking. Dan zeg je, mensen, weten jullie, dit ding is erger dan ik dacht. En natuurlijk gaat die andere partij zeggen, weet je, die kram die liegt, jullie moeten niet naar de luisteren. Maar wat die andere partij zegt, is niet jouw business. Jouw business is dat je tegen die mensen die je moet gaan leiden zegt, moet jullie luisteren, dit is wat ik aantref. En als jullie het niet willen geloven, jullie mogen een second opinion laten komen. En die second opinion kan niet uit die partij komen die weggegaan is. Want dan is het geen second opinion. Dit is wat ik aantref. En het gaat meer tijd kosten en meer energie dan ik het me had voorgesteld. En ik wil dat jullie me helpen en achter me staan. Want zonder jullie ga ik het niet kunnen doen. En dan ga je vervolgens het goede leven voorleven. Dus dat betekent dat je dan dus geen Biggie Vissa gaat houden. Het betekent dat je dus niet met zeven zwaar beveiligde wagens in je eigen land gaat rijden. Want we zijn geen Amerika, we zijn Suriname, 600.000 mensen. Meer zijn het er niet. En bij mijn weten heeft niemand in Suriname tot dat moment in elk geval het op het leven van de president gemunt. Ook niet het leven van de vorige president. Dus dan verhoud je je weer tot die mensen en zeg je, kijk, dit is wat ik aantref. Dit had ik beloofd. Ik had geen idee van de diepte en de omvang. Dit is wat ik aantref. En je hebt het niet eens meer over die vorige, want als je zegt, dit is wat ik aantref, dan spreekt het voor zich dat is wat de vorige achtergelaten heeft. Weet je, dat ik bedoel, maar na anderhalf jaar is het niet meer van de vorige, is het van jou. Dat is wat eenheid van bestuur en continuïteit van bestuur betekent. Voor die vorige. Maar dan ben je een slechte leider. Als ik mijn oren goed te luisteren leg, dan zegt u, de president moet beter communiceren. Hij had dat moeten doen en hij kan dat alsnog om begrip te kunnen krijgen van zijn volgers, van de gemeenschap. Ik weet niet of hij het alsnog kan. Wat ik in elk geval vaststel, en ik stel het van een afstand vast, maar ik stel het vast op grond van hele goede informatie, want ik heb mijn netwerk in Suriname. Ik klets niet zomaar in de ruimte. Wat ik vaststel is dat hij op een manier omgaat met de macht en die manier verschilt radicaal van wat hij heeft toegezegd. Kijk, als hij had gezegd, jullie gaan de broekriem aantrekken en ik ga er gewoon hier huishouden en ik ga dit allemaal zo doen en hij doet het. Want hij had het mandaat gekregen van de Surinamers om het anders te doen. Dus daarom had hij terug kunnen gaan naar Surinamers, ze uitnodigen. En er zijn verschillende manieren om dat te doen, hoor. Ik bedoel, we doen alsof Suriname een land is met miljoenen mensen. En uitleggen van, dit is wat ik heb aangetroffen. En dit is wat ik ga doen. Want op het moment dat je als onderneming, als samenleving naar buiten wil, moet je heb je sterke benen nodig, want al die dingen, al die mensen binnen, gaan je moeten helpen om je ding te bereiken wat je wil. En dat is dus niet gebeurd. Wat er dus is gebeurd, is dat de president is blijven haken aan het verwijt aan zijn voorganger.
En het is waar, die voorganger heeft het op een heleboel andere delen gewoon heel slecht gedaan. Ik bedoel, de governor van de Surinaamse bank, die is weg. Niemand weet waar die is. Dat is geen sprookje, dat is echt. De staatskas is leeg, dat is ook geen sprookje, dat is echt. Maar laat de mensen dan zien wat dat echte dan is en hoe jij als nieuwe leider met hun samen een nieuw begin gaat maken. Het was de beste kans om van Suriname echt iets totaal anders weer te gaan maken. Want we verhouden ons niet tot elkaar. We zijn iedere keer alleen maar bezig met etnische geneuzel en etnische gedoetjes. En deze president is precies daar weer ingestapt. En sterker nog, hij is er ingestapt op een manier die Surinamers irriteert. En ik begrijp die irritatie. Want hij heeft iets anders beloofd. Weet je, je kunt mensen toch niet kwalijk nemen dat ze je houden aan je belofte. Ik zou het raar vinden als mensen, als je dat zou doen. En het gaat maar door. Dus het is alsof hij is onderweg is hij kwijtgeraakt waarom die mensen bij hem kwamen. Dus hij raakt die mensen kwijt. Dus, maar, en dan dus wordt eigenlijk, hij en dan wordt hij... Eigenlijk zegt u, heeft de gemeenschap hoge verwachtingen gegeven. Hij heeft de gemeenschap hoge verwachtingen gegeven. En dat kan, want het is verkiezingstijd, hè? Dus weet je dan, iedereen loopt, want ze willen allemaal die stemmen hebben. Dus dat snap ik. Daar gaat het me ook niet over. Maar op het moment dat je dan dat gekregen hebt, dat vertrouwen gekregen hebt, blijf dan dat vertrouwen koesteren en blijf erop leunen. Dus dan kom je dus als president, kom je dan in al die instituten van het land en dan zie je wat voor een ravage het is. Maar als ik het goed heb begrepen, zegt u, en u zult me corrigeren, hoor, ik dacht gehoord te hebben van, het is te laat om dat vertrouwen te herstellen. Indien het te laat is, dan is de open brief blijkbaar niet nodig geweest. Of kan de president alsnog het roer omgooien? Weet je, alles kan. Laat me dat voorop stellen. Alles kan. Maar hij heeft nu nog meer het vertrouwen van de mensen nodig dan hij ervoor had. Want hij moet nu gaan buigen. Als we het hebben, want het gaat natuurlijk over macht ook. Alles kan. Hij moet dus, als hij geloofwaardig wil blijven, ook voor zichzelf, hè? Maar daar gaat het over. Dan moet hij dus opnieuw gaan luisteren naar zijn bevolking. Dan moet hij opnieuw al die wijken in die hij heeft afgelopen toen hij bezig was met zijn campagne. Dan moet hij gaan laten zien dat het een menens is met zijn broertje Jari verhaal. Dus hij kan herstellen. Hij kan dus herstellen. Ja, ik ga er niet van uit dat het niet kan. Dat is ook wat ik zeg. Ik ga er niet van uit dat het niet kan. Ik heb er wel een zwaar hoofd in. Want dan denk ik, ja, maar als je daarvoor kan, waarom heb je het nu niet gedaan? Maar dat ligt niet aan mij. Hij is de president en hij moet iets doen. En als hij iets niet kan, dan moet dat duidelijk worden in de samenleving. Dus vandaar zo'n open brief. Dus ik hoop dat hij, net zoals u, die brief ook gelezen heeft. Ja, zal het wel makkelijk voor hem dat zijn? Dat hoop ik. Want ja, u en ja, ik... Ja, zal het wel makkelijk voor hem zijn? U en ik hebben misschien makkelijk praten. Ik ben hier... U bent daar, u zegt weliswaar ik ben daar, maar mijn hart is hier. Maar wij beiden zitten niet in op de stoel van de president. Ja, weet je, ik denk niet zo. Ik denk niet van het is makkelijk praten. Want ik heb deze brief niet op één nacht geschreven. Hè? Ik hoop dat mensen niet meer denken dat ik dat ben gaan doen. Ik luister en ik voel iets. En wat ik voel is, dit gaat niet goed. En ik heb ook geen boodschap aan mensen die roepen van wie de mensen die aan wal staan. Weet je, uiteindelijk, de president, die staat ergens voor. Hij staat dus ook voor mij ergens voor. Want hij heeft, ik hoop dat Surinamers ook gaan begrijpen wat politiek betekent. Politiek gaat niet alleen maar over wat binnen gebeurt. Het gaat ook over buiten. En ik wil me verantwoorden tegenover Surinamers. Ik hoef dat politiek niet. Natuurlijk, ik heb een andere rol. Maar ik zit nu in de rol van criticus. En ik vind dat je kritiek moet je hartstikke helder en duidelijk stellen. Niet eventjes ja, nee, maar jij kan wel een beetje van dit en hij kan wel een beetje van dat. Nee, hij is de president en zijn woord moet kloppen. Dus als hij zegt dat zijn vrouw de meest intelligente vrouw van Suriname is, en dat heeft hij gezegd, en dat hij niemand anders vertrouwt dan haar, dan denk ik op dat moment, en ik denk dat ik niet de enige ben die zo denkt, ik denk dat iedereen zo denkt, maar wacht even.
Maar je hebt ons, maar je hebt, maar je bent bij ons gekomen voor een stem. En nu je hem hebt, vertrouw je ons niet meer. Terwijl wij jou, we hebben jou het leiderschap van, deze, van dit land toevertrouwd. Hoe kun je ons dan niet meer vertrouwen? Snap je mijn punt? Maar is het vreemd als mensen eerder hun eigen omgeving vertrouwen? De president is niet zomaar een mens. De president is een instituut. En het instituut, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Want het is waar we naar kijken om ons een idee te geven over wie we zijn. Weet je, we kunnen ook zeggen, we stellen dat instituut stelt helemaal niks voor. Iedereen mag het worden, Pietje, Jantje, die. Ja, maar dan houdt het verhaal op en dan schrijf ik nooit meer over Suriname. Maar dat is niet wat ik denk dat Surinamers willen, want daar komt het protest vandaan. Het protest komt ergens vandaan. Mensen hebben aandacht gegeven eraan. Mensen zijn gaan stemmen, ze zijn overweldigend gaan stemmen. Ze hebben zelfs nachten zitten waken gehouden om te voorkomen dat die stemmen op een plek kwamen waar ze niet hoorden. Zijn we al die dingen vergeten? Ja. Ik stel die vraag nu aan u. Zijn we dat allemaal vergeten? Nee, ik stel de vraag. Vervolgens heeft de president ons beloofd dat hij de andere dingen ging doen. Hij heeft de jonge mensen toegesproken. Ik weet niet of hij de bedenker van Stem Slim was, maar het kwam hem goed uit. En vervolgens hebben de mensen slim gestemd en uiteindelijk blijkt dat ze gewoon een olifant in een klein kastje gekocht hebben. Nou, dat deugt natuurlijk niet, punt. En dat vind ik. En ik ben een burger. Ik ben een assertieve burger. Dat was ik in 1975 ook, voor de mensen die me al zo lang kennen. En ik vind daar wat van en ik schrijf er wat over. Ja. En ik vind het me recht. En nogal behoorlijke scherpte uit de pen, moet ik zeggen, toen ik dat stuk las. Bent u een tegenstander van de president? Waar staat u precies? Nee. Nee, nee, nee. Ik ben blij dat u me die vraag stelt. Ik ben een tegenstander van niemand in Suriname. Ook niet van de vorige president. Ik hou van Suriname en ik hou van Surinamers. En ik heb zelf ook mijn eigen transformatie te lopen. Dus ik ben van niemand een tegenstander. Ik ben voor Suriname. En ik gun Suriname het beste. En soms denk ik, Sheikh Jemina, we zijn weggegaan. En dan is het alsof Suriname geen betekenis heeft. Nee, dat is niet waar. Voor mij heeft Suriname betekenis. En ik denk dat er nog meer mensen zijn die dat voelen. En ik voel me, ik ben niet verantwoordelijk voor Suriname. Natuurlijk niet, dat meet ik me niet aan. Maar ik denk dat Suriname wel wat kan gebruiken van mensen die buiten Suriname wonen. En die zich bezighouden met Suriname en die zich daar druk over maken. Om ze even bij de les te houden. Want wat er nu gebeurt, meneer Limburg. Wat er nu gebeurt in Suriname is ontzettend ernstig. Wat ik net gezegd heb, we hebben dus een president. Die is de relatie met grote delen van zijn bevolking kwijt. Maar het is een president die gekozen is door zijn bevolking. Weet je, hij is geen dictator. Hij is niet binnengekomen en heeft ons de mond gesnoerd. Nee, hij heeft gebruik gemaakt van ons democratisch recht om hem te kiezen. Hij heeft ons dus vertrouwd. En dan zit hij op die stoel. En op het moment dat hij op die stoel zit, heeft hij geen enkele binding en geen enkele boodschap meer aan die dingen van ons. Dat is slecht leiderschap. Sorry, weet je. Net een verkoper, die verkoopt je iets moois en dan kom je thuis en dan heb je gewoon een kat in de zak. Dat is wat hij gedaan heeft op een ander niveau. Dat is niet goed. Dus ga dat ding corrigeren. Ik heb meer interviews gegeven dan dit interview met u. Ik heb een paar maanden geleden heb ik ook gezegd tegen Surinamers, ga nu die man helpen. Maar hij is niet te helpen, want om geholpen te worden moet je ontvankelijk zijn voor het bericht van de mens, voor wat binnenkomt. En ik heb af en toe het idee dat de president adviseurs heeft die hem afschermen van zijn werkelijkheid. Hij zit dus in een bubbel. Ja, weet je, en ik kijk ernaar en ik denk, dit is niet goed. Maar de meeste dit leiders... Is, om een heleboel redenen. De meeste leiders hebben dat, hè? Niet alle. Ik ben blij, ik zeg de meeste. Niet alle leiders hebben dat, want er zijn in het Caribisch gebied ook leiders die laten zien hoe je het anders kunt doen. Weet je, ik bedoel, je stelde net de vraag van, ja, is het normaal dat je dan zijn familie en zo. Nee, het is niet normaal. Het is niet van deze tijd. Ik bedoel, wat doet zijn vrouw bij het kabinet? Laat haar gewoon lekker in haar eigen kabinet een first lady gaan spelen. Wat doet ze überhaupt in de buurt zo van die man? Daar moet hij professionals voor hebben. Ze beschermt hem niet. Sterker nog,
Ze heeft er voor een deel mee gezorgd dat van die man van alles gevonden wordt. Dat moet je niet willen. Dat moet je gewoon niet willen. Want waarom zou je dat willen? Waarom zou je als leider de dingen willen doen die maken dat je constant negatief in het licht komt? Ja, omdat je macht hebt. Nou, dan heb je niet begrepen hoe macht werkt, want de macht is niet bij jou. De macht is bij al die Surinamers die op je gestemd hebben. Alleen, ze zijn hele brave mensen. Ze ontwikkelen geen revolutie. Ze zijn braaf. Ja, maar ze gaan die 5 jaar uitzitten. Vaker wanneer mensen, Surinamers die in het buitenland, die zich in het buitenland bevinden, zich kritisch uitlaten over de dingen die hier gebeuren, dan hoor je vaker de opmerking van, ach, waar kletst die nou over? Woont ze hier? Ze hebben de toestanden van ons niet meegemaakt. Ze zijn niet bij ons gebleven toen we het zo moeilijk hadden. Ze zijn het land uitgegaan en zitten op een afstand. Ja, ik noem het maar het weeskindsyndroom. Ja, we zijn ook wezen. We zijn ook verweest en verwaarloosd. Dat schrijf ik ook in mijn essay. Zo is de geschiedenis voor ons gelopen. Maar de toekomst hoeft voor ons niet zo te lopen. Ja, en zeggen dat we niet, dat ik, als ik het op mezelf betrek, hè, want ik bedoel, ik hoef niet in het algemeen te blijven praten. Het is niet waar. Ik heb me, en er zijn genoeg mensen in Suriname die dat weten. Ik ben me altijd wel blijven verhouden tot wat er in Suriname gebeurde. En als het kon ook geholpen. Want al vrij vroeg bleek dat Suriname gewoon niet op zijn eigen benen kon staan. En niet eens materieel, maar het heeft te maken met een bepaalde mindset. En we hebben nog steeds een koloniale mindset en daarom praten we zo. Want wat is er nou erg aan om iets te leren van iemand die het beter weet? Ja, en sommige mensen weten het gewoon echt beter ook dan in Suriname, want we zijn op die plantage gebleven. Nou, ja, en als ik zeg het nu, daarvoor, en er zijn daarvoor, mensen die zijn beledigd. Daarvoor zet ik me tegen. Maar ja, dat mag. Dat mag. Maar weet u, we zijn heel erg naar binnen gericht hoor. Wie zit er op Suriname te wachten? Hoe belangrijk zijn we voor de buitenwereld? Anders dan dat we een heleboel grondstoffen hebben die iedereen wil. Ja, maar onderschat de strategische ligging van het land niet, hè? Dat klopt, maar dat heeft niks te maken met ons. Het heeft gewoon te maken met de natuur. God heeft, ik ben niet bezig met God de hele tijd. Maar zo heeft God Suriname opgezet, daar op die plek. Ja, dus dat is Suriname toch? Dat zijn wij. Juist, mooi. Dat zijn wij. Waar staan we nu? We zijn vanaf 1975 onafhankelijk. Ja, okay, we trekken een veel te grote broek aan. Ja, inderdaad. Dus nee, u prikkelt me. Ik ga even laten zien waar ik van gemaakt ben. Er zijn wat verkeerde keuzes gemaakt door de jaren heen. Nee, er zijn niet wat verkeerde keuzes gemaakt. Er zijn op fundamenteel niveau hebben we niet gedaan wat we hadden moeten doen. Om te beginnen, we zijn niet gaan decoloniseren. Dat hebben we niet gedaan. We zijn gebleven in de stramien dat de kolonisator voor ons achterliet. Dat stramien was de manier waarop we naar elkaar keken. Dus we zijn blijven praten over Hindustanen, Creolen, Chinezen, blablabla. We zijn dus die hokjes blijven gebruiken. En op het niveau van gewone Surinamers, hè, mensen die gewoon in de straat wonen, zijn we die hokjes al een beetje kwijt, als je eerlijk bent. Want dat is waar u op doelt. Dan zijn we met elkaar heel erg verbonden. Maar zodra het over politiek gaat, gebeurt er iets anders. Zodra het over politiek gaat, dan gebruiken we die oude verdeelpatronen en die oude verdeelmechanismes om over dat land te praten. Maar is dat misschien de reden? Is dat misschien de reden waarom de president dan niet gedragen wordt? Ik denk dat de president niet gedragen wordt, omdat de president niet heeft beloofd, niet heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Voor mij zit er niks anders achter. Want ik ben er ook niet mee eens met mensen die zeggen dat het te maken heeft met dat die Hindustaan is. Weet je, allemaal bagger, hou er mee op. Want we wisten dat die Hindustaan was toen we kozen. Dat was niet nieuw. We wisten waar die vandaan kwam, we wisten wat hij gedaan had. We weten waar die geboren is, want hij is in Suriname geboren. We weten hoe die loopt, we weten hoe die praat, we weten hoe die lacht. Dus dat kan geen argument zijn. En wat we ook van hem hebben gehoord, en dat heeft hij ons zelf laten zien, is dat hij, net zoals wij, moe waren van de oude politiek en nieuwe dingen wilde. Daar zijn we op aangeslagen. En vervolgens hebben we ons, en ik ga het nu precies zeggen zoals het is, mensen die anders nooit op die partij zouden gaan stemmen, die dat ook nooit gedaan hebben, die hebben hun eigen vooringenomenheid overwonnen en gezegd,
weet je, we gaan echt nu, want dit gaat niet goed. Dat ging onder die vorige president ook niet goed. Alleen loste niet anders op. Maar het ging niet goed. En die zeggen, oké, nu gaan we een nieuw begin maken. Er zijn ook nieuwe partijen opgericht die iets anders wilden. Die hebben het niet gered. En vervolgens komen we aan bij die oude olifant, noem ik het nog maar even, want dat is wat het is. En dan blijkt dat die oude, dat die nieuwe olifant, want dat, hij was intussen, was, heette ze hervormd, dat die nieuwe olifant een oude olifant blijkt te zijn. Dan ben je toch teleurgesteld. Dan gaat het niet meer over, hij heeft gewoon niet gegeven wat hij gedaan, wat hij beloofd heeft. Je mag dat toch eisen van je leider? Ja, dan hoef je toch niet met half genoegen te nemen. Dan moet je toch ook niet zeggen van Chipoti. Nee, die man heeft de macht. Hoezo Chipoti? Zet hem aan het werk. Oké, u schrijft ook, of u valt ook over het feit dat de mensen die kritiek leveren in een cel zijn gestopt. Weliswaar is er een artikel in het wetboek welke de president beschermt. Dus de instanties die zeggen van wij werken met de wet in de hand. Er is ook hier op Lim FM eergisteren nog in het programma Retrospectie gesproken over die oude muilkorfwetten. Eigenlijk zouden we die wet aan banden moeten leggen, toch? Die wetten hadden al lang in een grote doos gestopt moeten worden en heel ver weg. En in de plaats daarvoor hadden er nieuwe wetten moeten komen. Want dat is ook wat ik probeer uit te leggen, wat ik uitleg in mijn essay. We werken voor een groot gedeelte nog met koloniale wetten. Maar we zijn een democratie. Dus dat botst, dat wringt, dat houdt ons klein. We moeten horig blijven terwijl we burgers zijn. Burgers zijn geen horige mensen. Burgers zijn assertieve mensen die hun mond open doen wanneer het niet goed gaat. Dat is wat burgers zijn. We moeten dus die betekenis van wat betekent het nou om burger te zijn? Wat betekent dat? Wat betekent dat om verantwoordelijkheid te dragen in je land? Wat betekent het om onafhankelijk te zijn? Onafhankelijkheid betekent niet dat je geen relatie met de wereld hebt. Nee, onafhankelijk zijn betekent dat je opnieuw gaat nadenken over hoe je gaat verhouden tot die wereld. Suriname werd onafhankelijk. Dit is een hele mooie voorbeeld, dit, hè? Suriname werd onafhankelijk in 1975. Liet Nederland ons achter met 3,5 miljard gulden en toen waren we onafhankelijk. Er is geen land in de wereld onafhankelijk. Het is een dogma. Je kunt namelijk niet onafhankelijk zijn. Niemand kan dat. Ook als individu niet. Iedereen verhoudt zich tot iets anders. Op hetzelfde moment dat Suriname onafhankelijk wordt, op datzelfde moment is Nederland bezig aan afhankelijkheidsrelaties in te richten met de EU. Wij hebben niks. Daar staan we dan en we moeten opnieuw gaan nadenken over hoe we ons gaan verhouden tot die omgeving. We zijn een klein land met weinig mensen. En sommige intelligentie heeft ook massa nodig, dus dat moeten we gaan opbouwen. En vervolgens staan we daar en we weten niet hoe en wat. En ieder van alle dingen gaan we terug naar dat moederland. Dat is geen onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid betekent dat je gaat definiëren vanuit jezelf. Kijk, dit en dit en dit hebben we nodig. Hier en hier en hier zijn we nog niet goed in. Dit gaan we binnenhalen. Dit gaan we inkopen. We hebben wetten. Sommige van die wetten die kloppen gewoon niet. Want dat waren wetten die voor 1975 geslagen waren. Kloppen die wetten nog? Die muilkorfwetten, om het maar even dat woord te gebruiken. Dat zijn wetten van het begin van de vorige eeuw. Maar toen was Suriname een kolonie en toen was Suriname onderdeel van het koninkrijk. Ja, en die wetten die hoorden bij royals. Je mag de koning niet beledigen. Maar weet je waarom je de koning niet mag beledigen? Want de koning heeft geen weerwoord. De koning praat niet uit zichzelf. Hij moet durven. Kijk wat met hem gebeurt als hij dat gaat doen. De koning kan alleen maar praten als het volk hem toestemming geeft om te praten. En het volk is het parlement. En dan gaan wij in Suriname, in het land waar ze die wetten bedacht hebben, en die wetten al weggeschrapt hebben. Dus je mag van de koning vinden wat je wil en je mag het hardop zeggen. Dan gaan wij in Suriname, gaan we nog met wetten uit de 19e en de 20e eeuw, gaan we Surinamers die in de 21ste eeuw geboren zijn beoordelen. Dat is onfatsoenlijk. Dat is gewoon bestuurlijk onfatsoenlijk. Dan moet je dus leiders hebben die dat snappen. Gewoon snappen. Maar ze snappen het wel.
Alleen, ze zitten zelf in hun eigen politieke vierkantjes. Want het gaat over belangen. Dan moeten die belangen, dan moeten die belangen, en dan moeten die belangen. En dan hebben we kartels, want die kartels zijn niks anders dan die vorige kolonisatoren. Want waarom hebben we kartels in Suriname? We hebben kartels omdat we dat model hebben overgenomen. En iedereen weet dat we ze hebben. Iedereen weet het. En die dingen houden ons klein. Gewoon klein. Break. Houd ermee op. Denk over andere dingen. En ik spreek de president aan op zijn belofte dat hij hier het begin zou maken aan iets nieuws. Daar spreek ik hem op aan. Op niks anders dan zijn eigen belofte. Dat is wat ik doe. En als hij er niet tegen kan, dan had hij geen president moeten worden. Want ik ga dat blijven doen totdat hij het begrepen heeft. En Suriname zelf zie ik het niet doen. Ik bedoel daarmee niet dat ze het niet kunnen. Want ik denk dat Surinamers wel degelijk intelligente mensen zijn die hun ding kunnen doen. Alleen als je zo een sfeer creëert van dat je die gaat opsluiten en die gaat opsluiten. Dan kijken mensen wel uit en dan denken ze van ja, weet je, laat me mijn mond dicht houden hoor, het is niet van mij. Maar het is een denkfout, want politiek gaat altijd over jou. Altijd. Altijd. Want ik bedoel, als je in een land woont, dan gaat de politiek in dat land altijd over jou. Alleen misschien hebben ze jou nog niet in de smiezen, dus dan laten ze jou met rust, omdat het gewoon niet hun belang is. Maar op een dag is het ook hun belang dat jij gewoon opschuift. Moet je maar opletten hoe het gaat. En dat gebeurt in Suriname. Ja, dat is wat ik zie. En we komen er niet vanaf. We komen er niet vanaf omdat we een politiek systeem hebben dat het is ingericht om ons klein te houden. Want we hebben een koloniaal politiek systeem. En ik weet dat er mensen zijn die boos zijn als ik dat zeg. Dan denk ik van ja, weet je. Je kunt in plaats van boos worden, kun je ook afvragen wat ik bedoel. En gaan kijken hoe het is. Dat is één. En we hebben politieke leiders. Weet je, ik wil ook die namen van die mensen die het eens noemen. Want dat boeit me helemaal niet. Maar hun leiderschap. Wie zijn hun leiderschapsmodellen? Wie? Vertel me wie dat zijn. Ik luister naar u. Nou, wat zeg je? Ik luister naar u. Ja, ik weet ook niet wie hun modellen zijn. Want ze praten over... ze zijn de partijleiders en die partijen. En dan denk ik... Ja, maar wat inspireert jullie? Hoe inspireren Surinamers jullie om van Suriname iets mooiers te maken? Hoe inspireren kinderen in Suriname jullie om van het Surinaamse onderwijssysteem... wat echt gewoon belabberd is. Gewoon belabberd. En ik snap dat het pijn doet als iemand van buiten het zegt. Maar weet je, je kunt ook naar me kijken als ze woont buiten, maar ze is van ons. Dus halen jullie wel die witte mannen in voor allerlei adviezen van de olie. Dus het is ook zo schizofreen als de pest. Zullen we eerst beter voor elkaar gaan zorgen? Zullen we eerst zorgen dat het beter gaat met ons? Zullen we zorgen dat... die oude wetten die ons achterhouden, dat er nieuwe wetten voor in de plaats komen. Zullen we met elkaar een parlement gaan inrichten dat nou eens een keer ophoudt met dit gekke partijpolitieke gedoe? Want ze zitten daar namens de bevolking van Suriname. Daarom zitten ze daar. Zullen we ophouden met dat verhaal van dat al die ondernemers die partijpolitiek steunen, zodat ze wanneer die partij gewonnen heeft, de opdrachten krijgen voor import? Dus dan komen dus jonge mensen komen dus nooit meer aan bod om iets te krijgen. Dus wat doen die jonge mensen? Dan gaan ze maar weg en dan gaan ze in het buitenland. En dan zie je dat ze in het buitenland wel degelijk in staat zijn om de dingen te doen die ze met elkaar, die ze ambiëren en die bij ze passen. Dus die rommel is nu van jou. Ga er nou een ster van maken in plaats van iedere keer te roepen waarom. Maar dat betekent dat jij geen ster ervan kunt maken als je iedere keer naar je voorganger roept. Dat is wat het betekent. Dus ik luister naar jou als een bestuurder en ik denk... maar je zit nu verdraaid al bijna 2 jaar op die stoel. En iedere keer als ik je hoor je nog van die voorganger. Hoe dus ziet u... Wat beet je nog aan die voorganger? Hoe ziet, ga me dat vertellen. Hoe ziet u de toekomst van Suriname, tot slot? 2 dingen. Ik kan naar Suriname kijken als een land met een heleboel gemiste kansen, politiek. Tegelijkertijd kan ik naar Suriname kijken als een jong land, want dat zijn we... met een heleboel mensen vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende streken, die daar hun plek gevonden hebben en die elk op hun manier van het land iets moois wil maken. Maar iedere keer politieke leiders hebben die niet in staat zijn om ze op dat punt te verbinden en ze die stap te laten maken. Want vergis je niet, op het moment dat we gaan decoloniseren, dan je kunt niet anders decoloniseren dan anticoloniaal worden. Dus dat betekent dat een heleboel mensen die nu geriefelijk in hun dingen leven, minder geriefelijk in hun ding gaan zitten. Want je kunt niet veranderen en in het oude ding blijven. Dat moeten we in Suriname ook niet meer denken.
Dus zo kan ik naar Suriname kijken. Maar ik kan ook naar Suriname kijken als een land waar het gewoon verloren is. Dat de criminaliteit hoog geschoord heeft. Dat de criminaliteit ook in het politieke systeem zit. En dat over 10 jaar Suriname niet van Surinamers is. Misschien wel van Surinamers, zeg maar, op papier. Maar, en ik heb daar reden voor ook om dat tweede te denken. Want ik luister, ik hoor de minister van Bibbes dan praten over local content. En dan denk ik, wat bedoelt die man? Ja, we hebben niet genoeg local content voor die oliebusiness dus moeten gaan doen. Ik heb hem in een interview gehoord, hoor, want ik nu vertel aan u, dat zijn geen dingen die ik uit mijn duim zeg, ik kan ze aantonen. En dan zegt die minister van Bibbes, ja, dan moeten we toch gaan nadenken over arbeidsimport. En die interviewer, die haakt er niet op aan. Dan denk ik, die man, die zegt niet, je moet hem nu grijpen, want dan moet je gewoon met hem doorgaan. En dan fantaseert hij door en dan zegt hij, ja, nee, dan ga ik misschien moeten. En dan praat je zo tussen neus en lippen door, misschien moeten we gaan kijken van hoe het met hen in Dubai. Dan denk ik, die man is gek. Driekwart van die mensen die in Dubai arbeiden, is een slaaf. Alleen, wij kijken naar een mooie glimmende façade. Ga erachter kijken. Daar moet je gaan kijken. Daar moet je in gaan kijken. Dus op het moment dat in de regering van Suriname een minister bedenkt dat hij arbeid gaat importeren om met die oliebonanza om te gaan, terwijl hij zich nog op geen enkele wijze heeft verhouden tot Surinamers en het kapotte onderwijssysteem dat ervoor zorgt dat mensen niet het onderwijs krijgen dat bij deze tijd hoort, dan zijn ze dus niet met Suriname bezig. Dat is wat ik eruit opmaak. En eigenlijk hoop ik dat ik het verkeerd heb. Want als ik het verkeerd heb, dan is Suriname over 3 jaar na deze regering gewoon een van de leukste landen om te zijn. Dus laat me het dan verkeerd hebben. Dan gaat het meneer Santokki wonderen doen. En dan mag je me, ik zeg iedere keer je, maar ik moet u zeggen, want we hebben niet geknikkerd. Dan mag u me over 3 jaar weer komen interviewen. Van, moet u kijken, mevrouw Kramp, u heeft het al die tijd gewoon helemaal niet goed gezien. Maar ik kan heel goed waarnemen, hoor. En ik kan heel goed analyseren. En wat ik zie is niet goed. Helemaal niet. Dat is wat ik zie. Ik zie een president die bang is voor bepaalde groepen in zijn volk. Dat mag niet. Ja. Je kunt voor niemand in je land als president bang zijn. Maar dat betekent dat het onveilig is. Dus dan ga je veilig wanen met een heleboel mannetjes, noem ik het maar even, met geweren. En dus het gevolg is dat Suriname vermilitariseert, dat wapenmacht de overhand krijgt. En dat het gewone leven van mensen daardoor akelig vergauwd wordt. En dat steeds meer mensen in de armoedespiraal terechtkomen. En dat is geen leugen. En misschien is het verhaal van de centrale bank een leugen. Ik bedoel, het kan. Maar dat verhaal van het hier en nu en de keuze van de Surinamers is geen leugen. Dat wil ik even vaststellen. Mevrouw Kram, laat me dat... En ik ben niet tegen meneer Santokki. Ik ben niet tegen meneer Boutersen. Die mensen zitten allemaal in posities. En ik ben tegen de manier waarop ze met die posities omgaan. En dat Surinamers moeten zo langzamerhand die twee dingen ook uit elkaar gaan halen. Ik bedoel, op het moment dat je moet niet voor die leider gaan. Je moet gaan voor het idee dat hij aan je verkoopt. En op het moment dat blijkt dat hij kletst, dan moet je hem ook gewoon wegjagen. We zijn een democratie. Weet je wat dat betekent? De macht ligt bij ons. Bij niemand anders.